Niemand kan in de toekomst kijken, maar er zijn gewoon heel veel dingen die erop wijzen dat het voor de Waddenzee steeds moeilijker zal blijven om in de huidige vorm te blijven bestaan. En dat voor een stuk werelderfgoed. Het grootste natuurgebied van Nederland is uniek in Europa en van levensbelang voor heel veel vogels. Zowel dit deel als de totale Waddenzee zijn van gigantisch belang voor onder andere miljoenen trekvogels. Het is een kraamkamer voor een aantal vissoorten die daar naar de Noordzee weer opgaan. Er groeien hier planten die echt alleen voorkomen op plekken waar die onder invloed staan van het tij. Veel Noord-Hollanders hebben er niet eens weet van dat het zo dicht in de buurt ligt, achter de dijk ligt. Wijdsheid, openheid, een horizon. De vogels in de lucht, al die geluiden. Dus het is fantastisch om te beleven, om van te genieten. Toch zijn er zorgen. Natuurorganisaties willen dat het Rijk stopt met gas- en zoutwinning in het oostelijke deel van de Waddenzee. Ja, het gaat dubbel op, hè. Als het water stijgt en de bodem daalt. Dan op een gegeven moment staat de Waddenzee bijvoorbeeld voor een veel groter deel permanent onder water. En zijn al die voedselrijke slikplaten, watplaten, permanent onder water verdwenen. Als dit tankstation wegvalt tussen overwinteringsgebieden en broedgebieden, ja, dan hebben die vogels een heel erg groot probleem. Wat we nu nog zien zijn de vogels die echt naar het hoge noorden moeten. Rotganzen, drieteenstrandlopers, rosse grutto's, kanoetstrandlopers. Ja, jij straalt ervan in ieder geval. Ja, nou ja, goed. Ja, ik werk al heel wat jaren onder andere in het Waddengebied. En ja, het is fantastisch. Ik bedoel, en het zijn speldenknopjes op de wereldkaart. Maar het zijn wel speldenknopjes waar al die miljoenen trekvogels afhankelijk van zijn.